Welkom bij Rijnmond. Is het Erasmus MC klaar voor de tweede coronagolf? Medisch zijn we echt beter in de controle. Maar het valt of staat met het aantal besmettingen. Want die reguliere zorg moet echt doorgaan. Maria verloor haar gezin bij een scheepsramp op de Oude Maas. En schreef een boek over rouw. Het proces neemt zijn eigen tijd. Je kunt het niet versnellen. En boeren reiken de Rotterdamse haven een oplossing aan voor het stikstofprobleem. Ja, mijn gaat het over 2 weken al in. Maar dat is net hoe snel de ambtenaren zijn met het goedkeuren. Houd die regenkleding en paraplu maar bij de hand. Van dinsdag gaan er talrijke buien vallen in het Rijnmondgebied bij een temperatuur van 15 graden. En er waait ook nog eens een krachtige zuidwestenwind. Dus herfstweer in optima forma. Nou, meer weer kunt u nalezen op rijnmond.nl. Welkom bij Rijnmond. Dit is de 8e verdieping van het Erasmus MC en die is ingericht als extra intensive care afdeling voor coronapatiënten. Het is een van de zaken waaruit blijkt dat het ziekenhuis goed is voorbereid op de tweede golf. Nou, ik denk dat het eerst belangrijk is om ons te realiseren dat er nog steeds patiënten geïnfecteerd met het coronavirus ontzettend ziek kunnen worden. Maar wel is het zo dat we dat ziektebeeld inmiddels veel beter begrijpen. De behandeling gaat beter. De sterftecijfer wordt minder. Bijna alle mensen die wat zieker zijn, dus dat zijn de mensen vooral die zuurstof gebruiken, of anderszins steeds slechter gaan, die krijgen de combinatie van dexamethason en remdesivir in de meeste ziekenhuizen momenteel. En dan wordt voorkomen dat ze op de IC worden opgenomen? Ja, dat is de bedoeling en het lijkt erop, maar dat zijn allemaal nog maar indrukken, dat inderdaad het beloop daardoor verbeterd is en dat minder mensen op de intensive care belanden en hopelijk ook minder mensen overlijden. Nou, dit is het risicomoment. Eentje moet dus het hoofd goed in de gaten houden met de beademingsbuis. Want als die eruit zou vallen, dan gaat de patiënt heel snel overlijden. Een fragment van een half jaar geleden uit de documentaire over het Erasmus MC tijdens de eerste coronagolf. Nieuwe inzichten maken ook dat er tegenwoordig minder vaak zo'n beademingsbuis hoeft te worden ingebracht. Wij hadden al de mogelijkheid om met bepaalde apparaten een hele hoge hoeveelheid zuurstof via de neus toe te dienen. In het begin wisten we niet zo heel goed of we daar patiënten die zeer ziek waren van de intensive care af konden houden door ze op die manier de zuurstof te geven. Het lijkt er tegenwoordig op dat als we dat doen, dat inderdaad een bepaalde categorie patiënten kan stabiliseren en inderdaad van de intensive care kan afblijven met behulp van die zuurstoftoediening. Dus dat zijn goede berichten over de behandeling van COVID-patiënten en tegelijkertijd staan er die extra IC-bedden klaar. Maar toch is er onnodige stress onder het personeel, zegt IC-arts Diederik Gommers. Nee, ik persoonlijk ben echt verbaasd, omdat we veel beter weten wat het virus is. We hoeven ook persoonlijk niet bang te zijn dat als je de goede voorzorgmaatregelen krijgt, dat je het virus krijgt als personeel. Alle plannen zijn klaar. Ja, waar we zo'n ongelooflijk tekort hebben, is die verpleegkundige. Dus we moeten het zo doen dat het precies goed gaat met die reguliere zorg en de COVID. Het is natuurlijk wel zo dat we na die eerste golf heel erg bezig zijn geweest, ook met goede opvang van het personeel en ook met nieuw personeel proberen op te leiden om zowel op de intensive care als op de gewone klinische afdelingen in te springen. Maar opleiden kost tijd. In het Erasmus MC leidt de reguliere zorg nog niet onder COVID, maar het is precair. Dus hameren deze artsen nog maar eens op: voorkomen is beter dan genezen. Medisch zijn we echt beter in de controle. Maar het valt of staat met het aantal besmettingen. Want die reguliere zorg moet echt doorgaan. Anders krijgen we oversterfte in mensen met bijvoorbeeld kanker. En dat kan gewoon niet. Dus mensen moeten zich echt houden aan de afspraken. Ondanks dat die IC's geen hele afschuwelijke beelden laten zien. Precies 40 jaar geleden voltrok zich hier op de Oude Maas tussen Dordrecht en Zwijndrecht een groot drama. Een veerpont werd geschept door een olietanker waarbij 7 mensen om het leven kwamen. Waaronder ook de echtgenoot en zoon van de inmiddels 74-jarige Maria van Rijswijk. Die er 40 jaar na dato een boek over schreef en hiervoor voor het eerst sinds 20 jaar weer terugkeert naar deze plek. Het is wel aarzelend en nu zie ik dan het pontje voorbij komen. Een heel nieuw pontje en dat roept natuurlijk wel herinneringen op. Maar ik vind het niet naar om ernaar te kijken. Het is meer met verwondering dat ik dan dat ik voel dat het goed is zoals het gegaan is. In het boek getiteld De Echo van het Water gaat het over meervoudig verlies. Want na deze vreselijke gebeurtenis verloor Maria in 2007 ook haar nog enige overgebleven zoon, die vrijwillig uit het leven stapte.
Na die gebeurtenis kon Maria pas echt rouwen en alles wat er gebeurd was een plekje proberen te geven. Dat heeft toch heel veel jaren geduurd. En elke keer was ik wel een stukje op weg, maar mijn zoon, die dus een heel zwaar leven gehad heeft en waar ik ook in meegetrokken werd, dat kon niet anders, want ik wilde er voor 100% voor hem zijn. Pas na het echte rouwproces kon ik zeg maar het leven omarmen weer. En dat heeft heel lang geduurd. En met dit boek wil Maria andere mensen dan ook handvaten bieden. Van mensen die zelf meervoudig verlies mee hebben moeten maken, tot hulpverleners, zodat zij eventueel de gepaste hulp kunnen bieden waar zij zelf destijds zo naarstig naar op zoek was. Ja, want wat het ook heel ingewikkeld maakt is, het proces neemt zijn eigen tijd. Je kunt het niet versnellen. Alleen als je het gaat koesteren, dan ben je niet goed bezig. Je kunt rouwen, verdriet hebben, maar het verdriet koesteren, wat heel veel gebeurt, dat vind ik niet goed. Dan hou je het vast. 12.000 vluchtelingen zitten onder erbarmelijke omstandigheden op het Griekse eiland Lesbos. Ze zijn nagenoeg dakloos na een verwoestende brand begin september, waarbij het kamp Moria volledig werd verwoest. Weinig wc's, weinig eten en amper vooruitzicht op een toekomst. Nederland heeft aangegeven maximaal 100 vluchtelingen op te nemen en dat kan niet, vindt de stichting We Gaan Ze Halen. Zij vertrokken maandagochtend vanaf Rotterdam The Hague Airport met een nagenoeg lege Boeing naar Lesbos. Nou, eigenlijk is het enige wat nu nodig is, zijn niet zeg maar slaapzakken die kant op om ze daar langer in quasi goede omstandigheden te houden. Maar ze moeten verspreid worden over Europa. En wat er dan nodig is, is eigenlijk een luchtbrug. Dus ze moeten gewoon vliegtuigen heen en weer van het eiland naar de rest van Europa om die vluchtelingen daar weg te halen. Is een slaapzak aan iemand geven die vraagt om vrijheid, is ook een veroordeling tot daar blijven. Dus je geeft mensen een tent die roepen om geëvacueerd te worden. Ze zeggen hier, blijf nog maar even. Het is ongelooflijk belangrijk dat het gebeurt en we zijn ontzettend dankbaar. En velen van ons hebben dat ook allemaal gesponsord. Maar we weten dat dat niet het antwoord was op de vraag die de mensen daar stelden. Die zeiden allemaal, we moeten hier weg, dit is een gevangenis en wij horen hier niet te zitten. Wij willen gewoon ergens een menselijke plek om een asielprocedure te volgen. Nou, wat we daar doen is de vliegtuigtrap uitklappen. Een oranje loper neerleggen, een paar grote vlaggen daarnaast en zeggen mensen in Nederland, beste politici, staatssecretaris, het vliegtuig staat klaar, het staat geparkeerd naast de plek waar mensen nu echt kapot gaan aan ons beleid, aan ons Europees beleid, dit is uw kans. In de Boeing van de stichting We Gaan Ze Halen is plaats voor 189 vluchtelingen. Hoewel staatssecretaris Ankie Broekers-Knol het plan van de stichting vrijdag afkeurde en aangaf dat deze actie de huidige gesprekken doorkruist. Toch zijn de initiatiefnemers positief over een goede afloop. We staan er tot woensdag, dus we hebben een aantal dagen dat vliegtuig daar. Tot woensdag is er alle kans dat het verandert. Ik bedoel, het draagvlak is enorm aan het veranderen in Nederland. Er zijn al meer dan de helft van de gemeentes zegt, haal meer vluchtelingen hier naartoe. Er zijn al 100.000 handtekeningen vorige week ingeleverd in Den Haag. Dus het is gewoon aan het kantelen en wij denken dat dit misschien gaat lukken in de komende dagen. De Boeing van de stichting is inmiddels vertrokken. Maar of de actie ook succesvol zal zijn, dat zal de komende dagen moeten blijken. Inmiddels weten we dat het vliegtuig Lesbos nooit heeft bereikt. In de lucht hoorden de piloten dat ze om veiligheidsredenen een landing moesten maken in Athene en niet verder mochten vliegen. En daar staat het vliegtuig vooralsnog aan de grond. Voor het laatste nieuws hierover www.rijnmond.nl of onze app. Je wil het niet geloven, maar de boer van deze koeien, die gaat de bedrijven in de haven afhelpen van het stikstofprobleem. Nou, we willen verduurzamen in onze stallen. Maar goed, de banken staan niet te springen om geld te gaan lenen aan de boerenbedrijf meer. Want die zit al vrij financieel zwaar. En daardoor het verhuren of verliezen van onze stikstof, gedeelte van onze stikstof, kunnen wij die innovatie in het bedrijf doen. Het plan van de boeren rond de Nieuwkoopse plassen is dus om hun stallen te verduurzamen en de stikstofuitstoot te verminderen. De stikstofrechten die ze daardoor overhouden willen ze verhuren aan andere bedrijven, bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven. Een win-win situatie noem je dat? Nou, we zitten hier rondom die Nieuwkoopse plassen en daar hebben we gewoon mee te dealen, want ja, die gaan niet weg. En wij gaan hier ook niet weg. Maar doordat we zeg maar innoveren in ons bedrijf, minder uitstoot op het gebied, kunnen wij hier, blijft er ook een plek voor de landbouwers in het groen hart. Landbouwminister Carola Schouten vindt het plan veelbelovend. En ook het havenbedrijf Rotterdam is met de boeren in gesprek. En we zullen echt meer moeten doen en ook het kabinet zal echt meer maatregelen moeten nemen om het echt mogelijk te maken. Maar de gedachte dat je door innoveren bij de boeren stikstofruimte kunt vrijspelen en dat je die dus kunt gebruiken in de industrie, is in de kern een hele mooie en hele goede gedachte.
In de Rotterdamse haven liggen nu 30 projecten stil of ze lopen vertraging op door de strenge stikstofeisen. Ook buitenlandse investeerders haken af. En dat is natuurlijk zonde, want je wilt juist nu met een energietransitie die in nieuwe investeringen echt hier in Nederland en in Rotterdam hebben. Hoeveel boeren zijn er nodig om de haven van Rotterdam helemaal te redden? Nou, dat is een ingewikkelde rekensom, maar ik denk de vergelijking is altijd het logistiek park Moerdijk. Dat is toch een groot stuk industrie wat erbij komt, had aan 5 boeren in Nederland genoeg. Dus ik denk in dat soort orde van grootte moet je aan denken. Ja, mij gaat het over 2 weken alleen, maar dat is net hoe snel de ambtenaren zijn met het goedkeuren. Ik denk eerlijk gezegd dat het pas in de volgende kabinetsperiode echt gewoon een boost kan krijgen en dat het dan nog 1-2 jaar duurt voordat het echt in de benen is. Controleer ik ook eventjes of deze het goed doet. En de beademingsmachine, die kunnen we mooi aansluiten. Ze hebben hier in het Maastad ziekenhuis de afgelopen maanden flink geklust. De IC-afdeling is namelijk verbouwd, waardoor er 8 extra bedden zijn voor COVID-patiënten. In totaal hebben ze 27 kamers met speciale beademingsapparatuur. Nou, deze kamers die hebben eigenlijk altijd leeg gestaan sinds dat het ziekenhuis is opgeleverd in 2011. Dat waren eigenlijk casco-kamers met het idee van moeten we nog een keer een uitbreiding doen op deze IC, dan kunnen we deze IC-kamers daarvoor gebruiken. Het prachtige van deze kamer is dat die identiek is aan alle andere kamers. Dus dat betekent zelfde beademingsmachine, zelfde infuuspompen, zelfde bewakingsmonitoren. En dat is denk ik het belangrijkste voordeel van deze intensive care. Want dat was eerst niet het geval? Nou, zeker in de COVID-tijd niet. Want in de COVID-tijd hebben we heel veel beademingsmachines moeten huren. We hebben machines van het ministerie gekregen. En je kan je voorstellen, op het moment dat IC-verpleegkundigen onder hoge druk moeten werken en op die manier ook met allerlei beademingsmachines en bewakingsmonitoren moeten werken die ze niet kennen, dat dat ontzettend veel van ze vraagt. Dus dat betekent op het moment dat deze patiënten weer naar ons toe gaan komen, deze COVID-patiënten, en daar lijkt het toch echt wel op, ja, dan kunnen we op deze prachtige unit ons werk heel erg routinematig doen. Hiernaast was een belangrijk verbeterpunt om voldoende geschoold personeel te kunnen krijgen wat de IC-verpleegkundige kan ondersteunen. Normaal gesproken zorgt een IC-verpleegkundige voor 1 of 2 patiënten, maar tijdens deze pandemie moeten ze voor 4 mensen kunnen zorgen. En daarom heeft het Maastad ziekenhuis een wervingscampagne gedaan, waarbij 42 van de eigen verpleegkundigen van andere afdelingen zich hebben aangemeld om hun collega's van de IC te helpen wanneer dit nodig blijkt. Ik zie daar eigenlijk alleen maar positieve effecten van als ik daarover nadenk wat dat ons gaat brengen. Om hier doorheen te komen op een goede manier is het onontbeerlijk. Het personeel is dus klaargestoomd en de kamers en benodigde apparatuur zijn operationeel. Het ziekenhuis is er klaar voor. En ja, dan zit er nog maar 1 ding op. Vooral hopen dat we inderdaad schouder aan schouder blijven staan om dit aan de ene kant hier aan deze kant te regelen. En we hopen uiteindelijk ook dat de hele bevolking in Nederland zich aan de regels houdt, zodat we het een en ander toch goed in toom houden met elkaar. Het maritiem district in Rotterdam staat vol met moderne wolkenkrabbers. Maar er is ook nog altijd deze vooroorlogse Regentessebrug. Over dit bijzondere stukje Rotterdam en de ontwikkeling ervan is nu een expositie te zien in de Red Apple. En dat is die hoge, slanke rooie daar. En waarom heet dat gebouw eigenlijk zo? We zijn twee redenen voor. De ene is dat vroeger aan de punt, dat heet ook wel de appelenpunt, werden appels verhandeld. En de andere reden is dat er een appelboom is, die heeft het bombardement overleefd en die staat er nog steeds. Paul Groenendijk is samensteller van de expositie Waterstad, Wederopbouw en Wonen. Het maritiem district is het gebied tussen Boompjes, Leuvenhaven en Blaak. Een stukje Rotterdam met door de jaren heen verschillende gezichten. We staan bij de Regentessebrug uit 1899. Dat is wel een beetje typerend voor de vooroorlogse grandeur van deze wijk. Die brug ligt over de wijnhaven. Die is al gegraven in de 17e eeuw. Ligt nog precies op dezelfde plek als toen. Aan de overkant de wederopbouwarchitectuur van het Graanhuis en ICI. Uit de jaren 50. En aan de overkant zie je de oprukkende hoogbouw van de laatste jaren. 100 hoog. En de Muse. En wat ook wel grappig is, aan deze kant nog eigenlijk de eerste woningbouw hier uit de eind jaren 70, begin jaren 80.
wat nog helemaal een stadsvernieuwingssfeer heeft. De straten in het maritiem district liggen op dezelfde plek als voor het bombardement. En dat is best bijzonder, zo is te zien op de expositie. Eigenlijk in naoorlogs Rotterdam is een heel nieuw stratenpatroon over de stad uitgelegd, waarbij de Hoogstraat op een andere plek kwam. En dit gebied is eigenlijk nog steeds hetzelfde als in begin 17e eeuw. Het is precies dezelfde vormen. Dit was Welkom bij Rijnmond. Straks volgt FC Rijnmond met als gast Chris Woerts, voormalig commercieel directeur bij Feyenoord. Nog een fijne dag verder. Voor meer verhalen en nieuws uit de regio, kijk op Rijnmond.nl of in de Rijnmond-app.